Beautiful Science. Mijn onderzoek speelt zich af in Italië, vooral in Rome en zeker ook in Pompeii en Herculaneum, waar ik onderzoek doe naar de Romeinse huizen en dan vooral naar twee soorten decoraties in die huizen, marmer en tuinen. En ik kijk naar de echte en de neppe variant daarvan. Er is heel lang gedacht dat die twee op eenzelfde manier werden gewaardeerd als door ons tegenwoordig. En mijn onderzoek toont volgens mij aan dat dat niet zo is. En dat betekent dus dat mijn onderzoek ideeën die al heel lang spelen, op zijn kop kunnen zetten. Dat dat ineens iets heel anders blijkt te zijn. Mijn onderzoek begint met een artikel eigenlijk van Paul Zanker, een Duitse archeoloog, kunsthistoricus uit 1979. Die schreef over echt en nep decoraties in Romeinse huizen. Hij schrijft dat de echte decoraties te vinden zijn in de huizen, de villa's, van rijke Romeinen. En hij zegt, de neppe variant, in dit geval zijn dat schilderingen van echte zaken, zoals marmer en tuinen in mijn onderzoek, die vinden we terug in de wat meer gewone huizen van de armere Romeinen. Nou, als je naar Romeinse huizen in Pompeji gaat kijken, dan zie je dat eigenlijk in alle huizen, of ze nou heel groot of heel klein zijn, dat je daar marmer en ook wel tuinen tegenkomt. Zowel de echte variant als de geschilderde variant. Nou, wat ik doe in mijn onderzoek is, ik ga in die Romeinse huizen staan. Zowel in de delen waar de wat minder belangrijke mensen kwamen, zoals de cliënten. En juist in de delen waar de belangrijke mensen kwamen. En ik kijk vanuit de verschillende vertrekken in dat huis welke decoraties vanaf waar te zien waren. Zie je het echt? Zie je het nep? En je ziet eigenlijk dat die twee typen decoraties voor iedereen zichtbaar waren. En dat betekent dus volgens mij dat het idee van Paul Zanker, dat echt alleen voor de rijken was en nep voor de armen, niet klopt. En dat is denk ik wat mijn onderzoek interessant maakt. Ik zit al ruim twee jaar bij een popkoor, Popkoor Popolo in Nijmegen. Ik ben daar zelfs voorzitter van inmiddels. En dat is ontzettend leuk om naast je werk, waar ik ook heel veel vrienden heb en met wie ik dus ook heel veel over werk praat, juist ook een andere uitlaatklep te hebben waar ik mensen ontmoet die niks van mijn werk weten, of in ieder geval niet zoveel als mijn collega's, en met wie ik over heel andere dingen kan praten. Dat is volgens mij heel belangrijk om ook je werk leuk te houden. Nou, ik ben vrij perfectionistisch van mezelf, dat weet ik. En dat brengt soms problemen met zich mee. Maar sinds ik in Zuid-Italië werk, waar toch niet alles gaat volgens de regelmaat van de klok, hè, moet je toch je eigen aanpassen. En als de custodie daar bijvoorbeeld geen zin of geen tijd hebben om mij op het moment waarop ik het wil een huis binnen te laten, dan zal ik moeten wachten. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik me wat meer kan laten gaan en wat rustiger ben geworden en ook wat relaxter in het doen van het onderzoek. En mijn onderzoek. De naam in je vak heeft gezegd ooit. Je moet altijd zelf gaan kijken en dat is ook wat ik leuk vind. Zelf naar de Romeinse huizen toe gaan, zelf een mening vormen en die mening afzetten tegen wat anderen erover gezegd hebben. Faces of Science.